you doing, Justin? I am whipping work, baby. Cutting some bread. Yeah, nice. Killing it. Killing the game. For what? For what? I don't know, actually. Maar dit is mijn crew. Vandaag... Ik ben zeker niet Farouk's assistent. Laat dat duidelijk zijn. Ja, ja. He's my bitch today. Kijk, assistent. What are we doing here, man? I'm cooking steak. Come on, I'll show you. Niet op een gewone high school barbecue, maar nee, real American style. Op een fucking Amerikaanse barbecue. Maar dat vind ik dus wel relaxed. We zijn een beetje aan het grillen in iemands huis. Ja. Yeah. Die je eigenlijk net hebt ontmoet. Waar? In Santa Barbara, hè? In Santa Barbara. Justin heeft een paar vrienden wonen. Die zei, yo, jullie barbecue is smerig. Ja. Yeah. Dus kom maar eens grillen. Dus we zijn niet meer aan het grillen. We hebben gewoon een American party. Ja, American house party. Maar wie zou heel graag samen willen? Nou, maar die laatste EP van mij bijvoorbeeld, ja, dan merk je wel dat het bij mij een beetje meer gaat om de stemmen en om het, gewoon de kwaliteit van iemand. Dan komen ze niet bekend, maar ik geen reet uit. Als ze maar iets toevoegt aan de plaat, weet je wel, dat is het belangrijkste. Ik denk, als je nu gaat zeggen, yo, ik wil samenwerken met Kanye West of zo. Dat is wel vet, zou ik op zich wel doen. Het zou die plaat ook wel helpen. Maar is dat dan, wordt het dan de beste plaat? Of werk ik dan puur samen voor de naam, weet je wel? Hey, Sam, in Nederland! Hey, mooi, man. Nog in Nederland. You know how much the pizza costs? Nee. $25. Hoeveel? Pretty cheap for a big. Hoeveel? Yeah. Hoeveel? We get one free. Hoeveel? 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 Ik heb net de laatste show gedaan van de USA Tour. Ik weet niet eens welke maand het is. Welke maand is het eigenlijk? April. Het is april. April tour. Hoeveel? Fuck jij. Fuck jou. Yo, ik ben hier in Groningen. Gisteren teruggekomen van mijn Amerika tour vanuit Chicago. Drie boekingen vandaag voor Kingsday Festival. Een van de grootste feesten die we hier in Nederland kennen. Nu dus eerst Groningen, dan Rotterdam, dan Amsterdam. Ik heb er zin in. Let's go. We'll be right back.